Preventieve maatregelen. Hier zien we in deze driehoek dat preventie kan op drie vlakken: primaire, secundaire en tertiaire preventie. Primaire maatregelen wil zeggen dat we ziektes gaan voorkomen: dit door vaccinatie, preventieve tandzorg enzovoort. Secundaire maatregelen wil zeggen dat we ziektes en afwijkingen vroegtijdig gaan opsporen en aanpakken. Denk daaraan aan de screentest voor darmkanker bij 50-plus mannen, die de overheid elke twee jaar organiseert. Tertiaire maatregelen wil zeggen dat wij complicaties gaan voorkomen en ervoor zorgen dat ziektes en afwijkingen niet verergeren, bijvoorbeeld monitoring van wiegendood. Vaccinaties bij ouderen. Ouderen zijn vatbaarder voor ziektes omdat het afweersysteem afneemt. Daarvoor is vaccineren aan te raden. De meest voorkomende vaccinaties bij ouderen zijn griep, deze is niet verplicht. Pneumokokken tegen oor- en longontsteking, maar ze kunnen ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Dan hebben we gordelroos of zona. Dit is hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt. Wij zien een uitslag, een blaasjes die verder gaan uitbreiden over het lichaam. Valpreventie. Een valincident is een onverwachte gebeurtenis waarbij de ouderen op de grond, vloer of lager gelegen niveau terechtkomt. We hebben verschillende oorzaken. Biologische oorzaak, leeftijd, chronische aandoeningen, gedragsmatige oorzaak, onveilig schoeisel, omgevingsgebonden oorzaak, onvoldoende verlichting en socio-economische oorzaak, een laag inkomen, beperkte toegang tot de gezondheidszorg. Wat zijn de gevolgen van een valincident? Dit kan op fysieke vlak zijn, dus de fysieke gevolgen kan zijn een wonde, een verstuiking, Hoofdletsels of fracturen. Hier komt voornamelijk de heupfractuur voor. Psychosociale gevolgen: valangst. Is er een gezonde bekommernis, bijvoorbeeld een gladde ondergrond bij sneeuw, of is er een verlammende bekommernis dat de zorgvrager minder gaat bewegen, omdat hij echt bang heeft om te vallen, maar dan is de kans op letsels vergroot. En de financiële gevolgen: als de zorgvrager valt, gaat hij naar de dokter- of ziekenhuisopname moeten gaan. Wat er ook weer uh, serieus geld gaat kosten. Diabetesvoed. Bij diabetesvoed zijn er twee oorzaken. We hebben langdurige diabetes of een slecht behandelde diabetes. Door deze oorzaken ontstaat er vaatlijden en zenuwlijden. Wat is belangrijk? Dat wij bij mensen die diabetes hebben letten op de wondjes. Deze wondjes kunnen leiden tot ernstige infecties en op langere termijn zelfs tot amputatie. Vaatlijden. Vaatlijden wil zeggen dat er een verminderde doorbloeding is in de onderste ledematen, waardoor er minder zuurstof in het bloed zit. Als we minder zuurstof hebben, gaan onze wonden ook minder goed genezen. Hoe herkennen we een verminderde doorbloeding? Dit herkennen we aan een verminderde onderbeenbeharing, koude voeten, witte verkleuring van de tenen, slechter genezen van de wondjes, nachtelijke pijn in de benen en de etalagebenen. Zenuwlijden, wil zeggen dat er verminderd gevoel is in de onderste ledematen. Het gevoel bestaat uit het oppervlakkige gevoel en het diepere gevoel. Het oppervlakkige gevoel zorgt ervoor dat wij een steentje in onze schoen voelen. Het diepere gevoel zorgt ervoor dat wij het hoogteverschil bijvoorbeeld van een stoepruimte kunnen inschatten. Hoe herkennen we verminderde zenuwwerking? Dit doordat de huid van de benen droger wordt. We zien glanzende benen, een verminderde gevoeligheid in de onderste ledematen en we zien dat onze zorgvrager makkelijker gaan struikelen. Preventie: stoppen met roken, dagelijks de voeten controleren, nooit op bloed, of bloed op de voeten lopen, schoenen aantrekken, maar voordat we die aantrekken kijken dat er niets in onze schoen zit, geen knellende schoenen aandoen. Voeten mag je wel insmeren, maar je mag niet tussen de tenen insmeren, want dat zorgt voor verweking. Teennagels altijd recht knippen, medicatiestip dienen en zorg dat de dieetvoorschriften steeds opgevolgd worden. Preventie en infectie en besmetting. Voornamelijk gaat dit over de ziekenhuisinfecties. De ziekenhuisinfecties worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen de meeste antibiotica. De belangrijkste maatregel ter voorkoming van de ziekenhuisbacteriën is handhygiëne. Enkele voorbeelden van ziekenhuisbacteriën is MRSA, norovirus. Hoe ontstaat een ziekenhuisbacterie? Dit ontstaat door micro-organismen die aanwezig zijn, zowel bij het personeel, bij de patiënten en andere patiënten, bezoekers. Ze zijn aanwezig op het beddengoed, op hulpmiddelen, in sanitaire ruimte. Hoe kan een micro-organisme zich voornamelijk verspreiden? Voornamelijk via onze handen. We hebben twee soorten verspreiding. We hebben een kruisinfectie of een auto-infectie. Een kruisinfectie dat wil zeggen dat we gaan de micro-organismen gaan doorgeven. Door een tussenpersoon of een voorwerp die zo de andere persoon besmet. Een auto-infectie, dit wil zeggen een zelfbesmetting met ziektekiemen die al op of in ons lichaam bevinden, maar die nu ergens terechtkomen waar ze niet horen te zijn. Gevolgen voor de patiënt: wondinfectie, pijn, ernstig ziek zijn. Een langere ziekenhuisopname, wat ook financieel duurder uitkomt dan. Onzekerheid en angst, blijvende invaliditeit en dit kan zelfs leiden tot overlijden. Infectiepreventie, het doel daarvan is om de ziekenhuispreventies te controleren en te voorkomen. En dit gaan ze doen door protocollen en richtlijnen uit te schrijven, na te leven en zelfs te controleren. Standaard voorzorgsmaatregelen. De belangrijkste is de handhygiëne, zowel als handhygiëne met wassen als of ontsmetten. Handhygiëne is de belangrijkste maatregel om de overdracht van micro-organismen te voorkomen. Wanneer gaan we die toepassen? Voorbeeld, voor een naad aanraken van de patiënt, voor een propere behandeling, na het aanraken van een directe omgeving, na contact met lichaamsvochten, bij zichtbaar vuil. Voor de maaltijd, na toiletgebruik, als we moeten hoesten, niezen of onze neus snuiten enzovoort. Wat we doen bij hoestsnuit en nieshygiëne? Micro-organismen kunnen zich verspreiden via speekseldruppeltjes. Daarom is het belangrijk als we hoesten of snuiten om ons gezicht afgewend te houden. Mond en neus afdekken met een papieren zakdoek en deze papieren zakdoek na gebruik weggooien. Als we hoesten en niezen en we hebben geen zakdoek, gebruik dan de binnenkant van je elleboog. En na het hoesten en niezen en snuiten, altijd handen wassen. Handschoenen. Handschoenen gaan we gebruiken als wij contact hebben met lichaamsvloeistoffen. Soms moeten we ook maskers, schort en beschermende bril gebruiken. Dit doen we nu bij het COVID-19. Linnen. Linnen moet dagelijks gewassen worden en we moeten dagelijks propere kledij aandoen. Het bevalt linnen best wassen op 60 graden Celsius of meer. Het bezoek. Zorg ervoor dat het bezoek ook de voorzorgsmaatregelen toepast als die van kracht zijn. We hebben ook nog bijkomende voorzorgsmaatregelen. Deze gaan we aangegeven zien op, de, op een hygiënekaart aan de kamerdeur. Welke kunnen dat zijn? Bijvoorbeeld handschoenen dragen als je binnengaat en na het verlaten van de kamer handen ontsmetten. Een beschermende schort dragen, mondmasker dragen, beschermbril, eventueel uw zorgvragen in afzondering plaatsen.